Woensdagavond is de verkiezingscampagne voor een nieuwe nachtburgemeester van start gegaan. De avond begon met de onthulling van een speciaal biertje, de Nachtwacht. Speciaal gebrouwen ter afsluiting van het huidige nachtburgemeesterschap van Angela Verkuijlen. De nachtburgemeester is dé ambassadeur van de Nijmeegse nacht en cultuur. Hij of zij stimuleert de culturele en nachtelijke dynamiek van de stad, ontplooit initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de lokale economie en de vergroting van de leefbaarheid. Wie zich verkiesbaar wil stellen, heeft nog tot 28 februari de tijd om zich op te geven. Op 23 maart wordt bekendgemaakt wie zich daadwerkelijk de nieuwe nachtburgemeester mag noemen. Heel bijzonder, het is een bijzonder jaar. En zowel voor Queen Capital als dat ik 1 oktober het stokje over ga dragen. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik nog tot 1 oktober daarmee dingen kan doen als nachtburgemeester. Dus ook dat ik kan kijken van hoe groen kunnen we 's nachts gaan. Nou, waar ik heel trots op ben is dat ik het nachtburgemeesterschap nog meer de inhoudelijke kant op ben gaan ontwikkelen. En dat ik nu ook gesprekspartner ben bij bijvoorbeeld gemeenten of andere organisaties als het gaat over cultuur en nacht. Ik ben ook trots dat Nijmegen onderdeel is van een internationaal nachtnetwerk. En dat ik dus ook in Berlijn of Tel Aviv of Parijs kan vertellen wat wij op nachtelijk gebied in Nijmegen zullen doen. Een heel simpel voorbeeld is ons sluitingstijdenbeleid. Zelfs in Amsterdam gaan heel veel kroegen gewoon om 2 uur dicht, punt. En dat merk ik ook in andere steden, dat soms is het gewoon echt klaar. En dan weet je als jeugd niet meer waar je naartoe moet. En in Nijmegen is dat heel goed geregeld. Oké, je kunt zo lang open blijven als je wil, als je een nachtelijke horecazaak bent. Alleen je moet voor 4 uur binnen zijn. Nou, dat vind ik een hele mooie regel en volgens mij werkt dat heel goed voor Nijmegen. Ik denk niet dat ik na 1 oktober niet meer betrokken ben bij de stad en niet meer betrokken ben bij de nacht. Dus het is niet dat ik daar helemaal van afgesloten ben. En ik blijf nog een jaar in het bestuur minimaal van Stichting Nachtburgemeester. Dus volgens mij hoef ik het niet echt te missen. Ik zou de kandidaten mee willen geven dat ze hun campagne creatief aanpakken. Dat ze daar zelf ook heel veel lol aan beleven. En dat ze zoveel mogelijk Nijmegenaren op de been kunnen krijgen voor hun campagne. En voor zichzelf. Want ik denk, als ze dat nu al kunnen, dan kunnen ze dat uiteindelijk in hun ambtsperiode ook. Appelt, maar erg lekker, hè?